Hallo, hallo lieve kijkers van me. Welkom op mijn vlogkanaal. Dit was mijn laatste vakantiedag van Lourdes. Dus ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn Frankrijk vakantie waar ik op Lourdes was geweest. Ik ga jullie vandaag melden dat ik heel erg dankbaar ben van jullie. Dat jullie naar mijn video's hebben gevolgd en gekeken. En dan wil ik jullie zeggen, vooral van Suriname en van Frankrijk. Ik weet dat jullie genoten hebben, zoveel comments achtergelaten hebben. Ik heb ermee genoten ook. Ik was heel erg blij. En blijf mij steunen dat ik in de toekomst nog meer mooie en betere video's zal uitbrengen. Vanaf volgende week komt mijn video vanuit Canada toen ik op vakantie daar was. Het was leuk. Ik was op Canada op vakantie bij mijn echte dochter. En daar heb ik een hele leuke tijd gehad. Een klein beetje minder leuke tijd, maar dat was gewoon dat het heel erg koud was. Je kon niet uitgebreid ergens naar een attractie, maar we hebben het toch vermaakt samen met mijn dochter. Ik heb heel veel voor haar gekookt. Het was zo fijn. Ik heb bakken sneeuw moeten grapen van de weg. En daarna moet je gaan lopen, dus alles komt. Het is een hele mooie verrassing op de video. Jullie gaan ervan genieten. Hé, lieve kijkers, en ik wil jullie bedanken dat jullie mij hebben gesteund zover. Dankjewel. En niet vergeten om te liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken voor de volgende lekkere video. En oh ja, dat wil ik ook bijmelden, lieve mensen. Binnenkort ga ik weer beginnen voor de video te eten. Dus ik ga even tussen pauze. Ik had al veel gegeten, dus ik ga weer beginnen. Dus blijven volgen en tot ziens. Bye bye. Hou van jullie. Beste kijkers, welkom op mijn vlogkanaal. Dit was mijn laatste vakantiedag van Lourdes. Dus ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn Frankrijk vakantie. Vanaf volgende week komt mijn video van Canada. Stay tuned. Like, subscribe, oftewel gratis abonneren en laat een berichtje achter. Vandaag maak ik tonijnsalade. En ik heb erin mais gezet, augurken gezet, zilveruitjes gezet en tonijn en olijfolie. Een beetje peper en zout. En dan meng ik dat. En dan ga ik sandwich maken. Lekker. Ik hou lekker smaken straks. Morgen is de laatste dag voor ons. Dus de organisator, Zwanini en andere organisatoren allemaal, die willen iedereen, die vrijwilligers hier gewerkt hebben, voor ons verzorgd heeft, een verrassing geven en bedanken voor alles. Daar zit iedereen, zie je. En c'est toujours une grande joie pour vous accueillir. En het is altijd een groot plezier, ja, dat we hier komen. Zij is de voorganger met rijst. Dat was de Turkse festival in Amsterdam. Wij zijn alle drie pastoor. Toen is Fois een pastoor. Eén pastoor is Bebbels. De ander die is ook artiest. Het is Nederlands. 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 Merci beaucoup. Zo, lieve kijkers, het is vandaag vrijdag. En we gaan nu vertrekken. Dit is mijn kamer geweest. Hier heb ik lekker geslapen. Mijn eigen kamer, bed, nachtkastje, alles. En nu is de vertrektijd. Dan gaan we weg. Heerlijk genoten in Lourdes, Frankrijk hoor. Het was heel leuk. Het is heel leuk geweest. Hier is de ingang. Mooi hoor. Nou, dan gaan we naar huis. Leven gaat verder. Vakantie is maar voor een korte tijd. En lekker genoten. Ja, dit was mijn uitzicht. De bergen. Heel leuk hoor. Dit is de buitenkant van mijn raam uit. Heel mooi. Prachtige vlucht.
het hoor. Daar staat de bus, pendelbus, die gaat naar de stad. Onze bus is er nog niet. Kijk die grote bergen daarachter. En we zijn ook op de bergen, hè. Dit land kan je niet meer gaan. Maar voor de rest was het prachtig. Dit zijn de huisbaas hier. Ze hebben ons goed verzorgd. Dat is ook nog eentje. En dit is mijn Bruno. Bruno is dus zo. Martien, ja. Marie-Christine. Ja, heel mooi. Gezellige mensen, leuke mensen, aardige mensen. Ze hebben goed hun best gedaan. Dankjewel jullie allemaal. Bruno, muah. Dit is moeder Maria met de Heere Jezus in haar schoot. Zo, lieve kijkers. Dit is de laatste lunch van Lourdes, Frankrijk. Daarna gaan we de bus in. Gezellig. Lekker naar huis. We zijn nog steeds in Frankrijk, onderweg naar huis. We zijn hier gestopt bij McDonald's om te gaan eten. Maar ik zie dat er een hele grote supermarkt is hier. Dus dan wil ik even gaan kijken, gluren, wat er in de supermarkt zit. Dus dan ga ik dat doen. Maar Frankrijk is mooi hoor. Heel mooi land. Het is nog daglicht dus. We worden verwelkomd met een mooie bosje bloem hier. Heel mooi. Voor iedereen. We zijn aangekomen in Amsterdam. Ziet er niet even niet uit, maar dat komt goed. Hele nacht in de bus. Het was heel erg wauw. Lieve mensen, smaakt de barra. Jazeker. Ja, dat komt van mijn keuken. Van de Suriname Kitchen. Lekker. Lekker, hè? Eet smakelijk. Dankjewel. Ja, het is een sportterrein hier en we worden hier allemaal eten. Kom. Papa en dochter op pad, jongen. Lekker. Hier. Moet een beetje chutney erbij, peper, dan is het nog lekker. Para met muziek. Mene yen ke bhagawe ki bolawe. Lekker. Mijn zusje is er aan het koken. Ik ben op de sportpark. Ik heb zoveel fans gekregen. Kijk dat hoor, het wordt barra verkocht hier. Lekker Suriname barra. Zo'n verkoopt het. We gaan door naar de volgende wedstrijd. De 400 meter finale voor de mannen onder 20. Kijk daar al die schuine portemonneetjes, hè. Hier kinderen spelen hockey. Vanaf volgende week komt mijn video van Canada. Stay tuned. Like, subscribe, oftewel gratis abonneren en laat een berichtje achter.